En het ministerie van LVV is begonnen met het verlengen van de visvergunningen die per 15 januari waren ingetrokken. Dat zegt LVV-minister Suresh Algu. De minister had alle visvergunningen laten intrekken nadat DNA-leden melding maakten van onregelmatigheden in de visserijsector. Zo bleek onder andere dat één ondernemer meerdere vergunningen had. De afdeling visvergunning samen met de keuring, afdeling inspectie, die zijn dan bezig op het veld samen met de stakeholders om dan te kijken van welke boten wel voldoen aan de vereisten zodat dan die verlenging kan plaatsvinden. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn gekomen intussen tijd? Nou, die nieuwe, als u me zo vraagt, weet je, omdat al die stukken verwezen worden naar de onderdirecteur visserij, we zijn nu bezig alleen met die verlengingen. De minister zegt dat het opmerkelijk is dat er meer Guyanezen met een visvergunning rondliepen dan Surinamers. Hij is er voorstander van dat juist Surinamers in het bezit zijn van een visvergunning. Transparantie is van ons kant altijd geweest. We weten precies van hoeveel vergunningen. Het probleem was van die vergunningen die werden gekopieerd. Dus één vergunning die werd gekopieerd misschien 4-5 keren. En dat er 4-5 boten gingen varen. Daar was het probleem. Het was geen probleem met vergunningen, wie vergunning heeft, A of B, nee. Probleem hebben we gezegd van hoe kunnen bijvoorbeeld 84 Guyanese boten in Surinaamse water komen. Wij hebben geen vergunning gegeven. Dat was een probleem. Als zij hier komen in onze water, waarom mag dan onze Surinamers daarin niet gaan vangen? Begrijpt u? Dat liever de Surinaamse dingen, vissers daar van genieten. Dat was de hele setup. Dus ik zei van, ik wil niet zien dat buitenlandse mensen hier in Surinaamse water komen. En op het moment dat je dan bepaalde maatregelen treft, dat interpreteert men op een andere manier. Dat is eigenlijk gebeurd. Maar hoe komt het dat er zoveel Guyanese in het bezit zijn van een visvergunning? Dat was in 2000 door toenmalige onderdirecteur getekend en afgegeven. Suresh Algu, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ondernemers mogen hun visvergunningen opnieuw verlengen nadat per 15 januari alle vergunningen waren ingetrokken.